Dan ga ik naar de minister NH. U gaf aan net dat u in het contract staat. Ik leg u geen woorden in de mond, maar ik ga een beetje mijn eigen taal gebruiken. Dat er in het contract zou staan dat een directeur, een directielid, recht heeft op een auto. Gezien onze situatie, financieel, EBS heeft schulden, is het niet management-wise verstandig om dan te gaan zeggen, dan moeten we deze regel misschien een beetje on hold zetten. Want de samenleving moet inleveren. Misschien een directie kan ook in een fiets rijden. Het gaat om het vervoer. Is functioneel, denk ik. Zo. Maar, dat was het. Dank bedankt. U wel. Ik denk dat ook al was het een Sparta-fiets, dat het een probleem zou zijn. Nee, ik zie het niet zo. EBS, vanwege de organisatie van onze energievoorzieningssector, heeft EBS altijd deze problemen. En het heeft ermee te maken... Dat probleem zien we ook bij SWM onder andere, dat het bedrijf een dienst levert, maar niet in de gelegenheid is, niet de vrijheid heeft om zelf die prijs te bepalen. Wij hebben ervoor gekozen bij SWM bijvoorbeeld, bepaalt die regering rechtstreeks het tarief, het watertarief. Bij EBS zien wij een constructie waarbij EAS aan te pas komt. Uiteindelijk wordt het vastgelegd in een staatsbesluit. Maar ik zing niet mee in het koor dat zegt van EBS is een verlieslatend bedrijf en het management daar is een probleem, er is een financiële druk. Nee, het probleem is de organisatie van onze energievoorzieningssector. Het heeft ermee te maken, want we kijken naar EBS wanneer we praten over energievoorziening. Maar een hele belangrijke speler is Staatsolie met als dochter SPCS. Staatsolie levert brandstof op marktconform niveau. SPCS levert stroom, niet rechtstreeks aan EBS, aan die overheid via een constructie en dan levert die overheid aan EBS. Een en al een verwevenheid van overeenkomsten en in die situatie moet EBS functioneren. Waarbij wanneer er sprake is van het niet marktconform betalen voor de dienstverlening, ja, dan komt er een bepaalde druk op de leiding van het bedrijf. Ik moet u aangeven, wij, want we zien ook die borden van weg met de directie en zo. Wij hebben vertrouwen in de huidige leiding van het bedrijf. Wij hebben vertrouwen in het management van het bedrijf. Wij kijken naar het bedrijf. Ik kijk naar het bedrijf en ik zie goed opgeleid technisch personeel. Ik zie gemotiveerd personeel. Dat wanneer we dat benchmark onderzoek doen, dat die nog beneden het gemiddelde ontvangt, dus als salaris gecompenseerd wordt. Dat is wat ik zie. Daarbuiten zegt men, ja, maar bij EBS verdient men te veel. Ik zie dat wanneer we die vergelijking maken, dat het personeel daar ja, te weinig verdient en met als risico, en dat zien we ook. Men trekt weg. IMF heeft het gezegd. Wij hebben een bepaald, ons salarisniveau in Suriname is relatief laag. Ja? Maar bij technisch opgeleide mensen heeft het een bepaald gevolg. En dat gevolg is dat men gaat wegtrekken. Dat is wat ik zie. Ik denk dat wij niet de directie niet moeten beoordelen op basis van deze huidige constructie. Die overigens al... Wat decennia zo is, de directie maakt aanspraak op bepaalde rechten. En ik ben de laatste die gaat zeggen, ja, maar vanwege het feit dat die druk er is op het bedrijf, dat die directie moet inboeten.
Dat is niet het probleem. Het probleem is dat die overheid het tarief vaststelt. En dat tarief stelt het bedrijf niet in de gelegenheid, niet in staat op een bepaald niveau te kunnen functioneren.